De 339 komen ze uit voor Oostheelven. 339 zegt u maar al. Ja, ik heb u voor een melding bij de Fish Market. Het gaat om een bewusteloze vrouw. Die geeft geen reactie meer. Zou die met A in te plaatsen kunnen gaan? Ja, ik ga die kant op over. Dat is vernomen, nou. Oh, zou je de 339 hebben? 339 heeft bericht over. Ja, annulering, melding, ik ga de toer over. De 339, kom eens uit voor Zeehoven. 339, kom eens uit voor Zeehoven. 339. De 138, kom eens uit voor Zeehoven. 138, luistert over. Ik krijg via de politiemeldkamer Amsterdam-Amsterdam krijg ik te horen dat een van onze collega's is verongelukt. Op dit geval gaat het om de 339. U hebt A1 toestemming om te plaatsen te gaan over. Verdomme, ik ga A1 naar Rijnland over. Dat is gevangenheid. De 138. Het betreft in een ernstig letsel. Ik had graag het voor de ANWB over de geter plaatsen over. Ja, dat is vernomen 138. Ik ga de collega's uw kant op sturen over. Vernomen. Dus 136 komen ze uit voor OC over. Zegt u het maar. Ja, u mag A1 te plaatsen naar de 339. Het gaat over een ernstig letsel. De OVDG komt ook uw kant op over. Misschien ook, ik ben A1 aanrijdend. User was moved. Dat is genomen uit. 835, kom eens uit voor het OC over. OC, geen bericht. Ja, u mag ook doorgaan met A1 naar de 339. Gaat over ernstig letsel. Ja, dat is meegekregen, 339. Ik ga A1 aanrijdend over. Oké, dat is genomen uit. ...835 aan de GMK. 835 heeft bericht over. Ja, het betreft een zwaar ongeval, mogelijk CKW, SAB en met een mogelijk neurologisch symptoom. Slachtoffer is rond de 30. Ik zou graag de lifeliner ter plaatse hebben over. Ja, dat is genomen. Ik ga de lifeliner voor je inlichten. Lifeliner 6, kom eens uit voor het OC over. Lifeliner 6 luistert, geef bericht. Ja, ik heb een melding voor u met een ernstig letsel. Het gaat om CKW, SAB en een open beenbreuk. Mag ik aan vliegende plaatsen gaan over? Oké, dat is vernomen. Wij gaan aanvliegend voor een CKW, SAB en een open botbreuk. Is dat correct over? Ja, dat is correct over. Dan gaan wij die kant op. Ik wil graag toestemming om straks op te stijgen over. Ja. Toestemming krijgt u. Het is trouwens een open beenbreuk, niet een open botbreuk over. Ja, dat is vernomen over. OC, uit. Ja, ik ga alles klaarmaken. Ik controleer jij even. Ja, is prima. Rotoren check. Lampen check. User was moved out of your channel. Ja, we zijn klaar om te stijgen. OC. Lifeliner 6 geeft dat niet over. Lifeliner 6 is opgestegen, wij gaan naar vliegen toe het naderen. Ja, voor uw locatie is het gaat om de Fish Market.
daar is het ongeval. Ja, dat is 9 keer is er al een landingsplaats voor ons vrijgemaakt ook. Ja, de politie Amsterdam heeft voor een mooie landingsplaats vrijgemaakt ook. Oké, dat is vernomen hoe het laden van informatie. Dat is vernomen overin hè. Blijf naar de 6 of zo? Blijf naar de 6. Geef recht over. Blijf naar de 6 hangt boven het incident. Ik zie links bij de 44 een paar helikopterplatformen van Defensie. Is het misschien mogelijk dat er bij de landen kunnen contact houden met Defensie? Ja, dat is begrepen. Ik ga contact leggen met Defensie. Hou me even een tijdje naar de lucht over. Ik snel wel blijven van hoe we het horen houden van OCR. OCR? Blijf naar 6 voor zelf. Blijf naar 6. Ja, u heeft toestemming van Defensie en van mij op tijd te landen ook. Nou, we willen graag dat de politie-eenheid die ons op staat te wachten ons oppikt en richting het ongeval brengt aan. Ja, ik zou dan wel gaan bij Amsterdam doorgeven ook. Oké. Voor zekerheid. Zie jij landen? Ik ben even plat voor een beetje klaar. Ja, helemaal goed. Over de G, komen ze uit voor OC over. Was hij hier? Ja, heeft u wat meerdere informatie op dit moment voor mij? Ja, de persoon is nog steeds buiten bewustzijn. Hij heeft de open potdruk, die is ondertussen klaargemaakt voor het vervoer. De lifeliner is geland, zie ik. Politie 1 haalt die op het oog. Ja, dat is vernomen. OC uit. Oké, jongens, vertel, wat is er gebeurd? Ja, hallo. Lifeliner, ik ben er. Ja, hallo. Dus collega van ons, zwaar motorongeluk. Er was al gezegd, CKW, SAB, mogelijk neurologisch symptoom. Ja, slachtoffer plus min 30 jaar, ook een open botbreuk, die is al schoongemaakt en gespalkt met een open spalk. Dus ik zou zeggen, mobiliseren voor de CKW en zo snel mogelijk naar een gespecialiseerd traumacentrum brengen. Ja. Medicatie gedaan? Ik heb van medicatie een beetje fentanyl toegediend, ook vocht en natriumchloride 0,9% om de wonden schoon te maken. Maar goed, dan wil ik graag dat de mensen van de ambulance zich bezig gaan houden, in ieder geval degene die rechts voor mij staat, dus de heer Hieren. Als jij je bezighoudt met de spalk goed te stabiliseren. Ja, Tony, daar ben je. Ja, dan wil ik graag dat Wout, dat jij eventjes bij het hoofd blijft, bij de nekkraag vastpakt. Over de G, als jij eventjes kunt helpen met user in your channel, straks de planken out. Samen met DJ. Ja, dat is meegekregen. Ja, dan pak ik even vanaf hier de plank. Oké, dus even kijken, Wout pakt nu het hoofd. Tony, jij pakt bij het been. Jesse, jij helpt mij draaien. DJ, jij schuift hem eronder, de plank, goed? Jo. Ja. Oké, op 3 gaan we hem op zijn zij draaien. Op 6 gaat de plank eronder. En op 9 gaan we weer neer en gaan we richting de ambu, ja? Ja. Oké, iedereen klaar? Jo. Oké, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 7, 8, 9. Je tillen, jongens. Oké, gaan we achter in de ambu? Over de G? Ja. Het lijkt me verstandig als ze een transportje gaan doen, een geleidend transportje rond de 60 km per uur richting Cassidy, onder de A1. Oké, okay, Jos. Daar dat ik vooraan rijd? Ja, positief. Ja, DJ, ik ga met de ambu mee. Ja, ik zie jou op Cassidy, ik sta op het dakje op te wachten. Helemaal goed. Tot ja, ik niet, ja, tot zo. Ik start de transport aan. Ja,
Oké, Wout, jij rijdt? Is goed. Oké, persoonlijk terug. Mogelijk last van een CKW'tje. Dus probeer de snelheid niet hoger dan 60 km/u te houden en probeer je beweging zo soepel mogelijk te houden. De arts zit nog van achter in de ambulance en ik rijd van voor het geleidend transport over. Oké, dat is genomen. Dan meld ik even aan Defensie dat ze op de lifeline moet passen. Is de persoon trouwens nog aanspreekbaar of dat niet meer? De persoon is nog steeds niet aanspreekbaar, maar de piloot gaat met de lifeline naar het Kessel-district nodig. Oké, dat is je hoeft de Defensie niet in te lichten. Oké, dankjewel voor informatie en uit. Ja. 49 is recht over. Ja, je zit inderdaad achterin de ambu met de slachtoffer en de ambulance eenheid. Bij nadere kustmissie gaat er om een trauma toe voor een slag. Ik ga dat geweest over. Oké, dit is 59 hoofdstuk naast ons. En wanneer de plaats is zelfs de plaats, dan heb je zich recht tegen het trauma toe. Ja, dat is genomen. Dit is er langs, jongens. Lifeline naar 6 OC over. Daar zijn we 6, geen bericht over. We schakelen over op de Schiphol Tower over. Ja, dat is frequentie 118 Desmol 780. Oké, staat erin, dan zie je zo weer over. Dat is genomen over, en uit. De 835, kom eens uit voor OCL. OCG3. Ja, ik heb het trauma team staat voor u klaar. Ik heb het vier medicenten heb ik zo snel mogelijk voor jullie ingeleerd. Ja, dat is meegekregen bij rijden nu. Ik heb die steek ook aan boven. Oké, dat is genomen ook. Oké, gooi hem even met de achterkant naar de rem toe, Wout. Helemaal, is goed hè. Arts, u mag ineens beginnen met het traumateam in te lichten, wij laden wel uit. Oké, ik heb hier een slachtoffer onder mij 30 jaar. Het gaat hier mogelijk om een CKW. Wervelkolom zag er niet goed uit. Geïmmobiliseerd wanneer te plekken. Vermoedelijk een SHB. Neurologische symptomen zijn vastgesteld door middel van vastmethode. Ook heeft het been een open beenbreuk. Deze is gespalkt met een open spalk en schoongemaakt met wat natriumchloride, 0,9%. Ook is er wat fentanyl toegediend. De persoon is nog niet bij kennis geweest onder onze toezicht. Vond jij dit een leuk filmpje? Druk even op die like button, abonneer het kanaal en meld je aan. Wellicht zien we jou nog wel in onze volgende video's. Tot de volgende keer.